naam is Ton Hansbergen. Ik heb hier samen met mijn vrouw een melkveebedrijf. We hebben hier een dikke 80 koeien en meestal een beetje 55 stuks jongvee. De productie is eigenlijk al jaren rond 10.000 liter. En we streven eigenlijk naar een duurzame koe die eigenlijk gemakkelijk en probleemloos oud wil worden. En daarbij dan ook dus een hoge, als je even kan, een hoge levensproductie halen. Ja, de bijdrage van de fokkerij en mijn resultaten zijn uiteraard wel groot. Niet alles bepalend uiteraard, het milieu en de huisvesting en het hele voerregime etc. is ook heel belangrijk. Maar ik kan duidelijk onderscheid maken, merken tussen koeien die van een duurzame stier zijn en je hebt ook wel koeien die van een absoluut minder duurzame stier zijn. En daar zie ik duidelijk onderscheid in de uiteindelijke levensduur van deze dieren. De levensduur hebben we dit bedrijf eigenlijk al jaren heel hoog in het vaandel. We hebben in 2012 hebben we 8 generaties op het bedrijf gehad in leven. Dus van de alleroudste koe tot de achter kleindochter toe. Ja, de levensproductie bij afvoer is al jaren tussen de 50 en ik heb zelfs 73.000 liter gehad gezien. En rond gemiddelde is de leeftijd dan een beetje 5 jaar meestal. Maar bij afvoer zijn de dieren dus wel minstens een lactatie verder. Dus dan zitten ze wel tussen de 6,5 en 7 jaar oud. Het kost een vermogen. En dus dan moet je niet na 2 jaar weer verdwijnen van het bedrijf. Het is essentieel dat zo'n dier toch al 6 tot 7 jaar oud wordt. Minstens voor de economie. De kracht van ons bedrijf is eigenlijk toch wel... Het plezier waarmee we met z'n hier, met z'n allen, toch wel het hele gezin min of meer wel werken aan een heel goed resultaat. En ik hoop natuurlijk heel goed, heel erg, dat de zesde generatie kan erbij komen, want de koeien zijn er nog steeds. We gaan het niet zomaar vergeten dat ook als de zesde komt, gaan we weer taart rekenen.